zoals je ziet, hebben we hier... Grappig. Is vandaag moederdag. Komt een cadeautje vandaag binnen. Nou, cadeautje. Lijkt wel kerst. Omdat we in een gesprek raakten, dat best wel even binnenkwam. Ik heb je nog helemaal niet verteld wat ik heb meegemaakt op het strand. Nou, dat is echt een beetje een traumatisch ervaringje. Welkom bij een nieuwe video. We're back. En we hebben het zonnetje meegebracht. Waar is die? Hallo, zon. Oh, daar is die. Ja, lekker. We zitten lekker te eten buiten. We zijn even bij mijn moeder langs geweest. En daarna mijn moeder lekker bij ons. Ja. Zodat we weer even bij kunnen kletsen. Gezellig eten. En het is zo lekker weer dat we zelfs buiten kunnen spelen. Ja. Oh, ik zag hem. Ja, die staat erop, man. Heerlijk. We verzetten gewoon even de campingspelletjes even door. Oh, en hoor die vogeltjes weer, jongens. En ik las ook dat de lente begint. Ja, hoor die vogeltjes maar. Lekker, hè? En jullie zien het goed. Mijn moeder loopt zonder krukken. Ze proberen zelfs een beetje te rennen. Ja, dat gaat steeds beter, hè, mam? Ja, inderdaad. Wacht, toch niet mopperen, hè? Na 5 weken. 5 weken. Dus mij hoor je niet mopperen. Nee. Kom op, Jess. Sneller. Nee, hey, wat was het? Als ik sneller ga... In de vakantie horen shippies. Shippies. Filmpje. Welkom bij een nieuwe video. Welkom bij een nieuwe video. Ja, we zijn lekker samen op pad. Ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar het Kinderboekenmuseum. Het Kinderboekenmuseum. Inderdaad, jij bent er al een keer geweest, hè? Ja. Ik niet. Ik ben ontzettend benieuwd. Het schijnt heel leuk te zijn. Echt niet alleen boeken om te lezen, maar ook allemaal dingetjes om te doen. En ik heb begrepen dat ze dus van Den Haag naar Utrecht gaan verhuizen. Wanneer weet ik niet. Maar zolang ze nog hier zitten, kunnen we er maar beter gebruik van maken, toch? Ja, dus we gaan lekker naar het Kinderboekenmuseum. Let's go. Ja, ik weet dus allemaal niet waar het is, maar Jessie die weet het wel. Collega's zijn overleden. Waarheen? Hier! Je hebt de campingsmaak wat te pakken, hè? We zijn net van de camping en je kruipt meteen de tent weer in. Ja, goed gemaakt, Otjes. Maar wie zijn dat dan? Ik denk dat je alle planken hebt. Grappig? Hey. Is die grappig? Ja, dat is dit. Oh, ga je een hekselbruiseltje maken? Heksenbruisel. Hè? En welk boek zou dit zijn dan? Kijk, er zijn allemaal knopjes, hè, waar je op kunt drukken.
zit een oog in. Een oog in. Nee, dat duurt mag ik straks wel. Wat heb je? Cupcake. Ja. Lekker toch? Dank je. Klein beetje. Nou, gooi de rest er maar in. Dat is gewoon onze soep. Ja, lekker? Goed zo. Pas op je vingers. Rustig aan. Nou, een soepje maken, hè? Asperge broccoli soepje. Heerlijk. Goed bezig. Ja. Hoppa. Chef Jess. Ja? Chef Jesse Silva. Een hele goede morgen. Of middag moet ik eigenlijk wel zeggen. Het is vandaag hemelvaart, dus we zijn een dagje vrij. Het is mooi weer, dus we hebben de... Ja, het is ook Songfestivaldag. En Jesse is helemaal fan van Europapa. En we hebben de springkussen klaargezet. En we gaan een spelletje doen. Kennen jullie het nog van vroeger? Toen we proberen elkaar fles zo snel mogelijk leeg te krijgen door middel van een bal. En wie's fles als eerste dus leeg is, die heeft verloren. Je moet eerst de bal pakken, dan mag je pas je fles rechtop zetten. Je hebt een snotte bel. Je gaat bij je fles staan, Jesse, achter je fles. En je gaat proberen mijn fles leeg te gooien. Opzij. La Zia. La Zia. De zus, dat is de tweede. Deze? La Sorella. La Sorella. La Sorella. Dat zijn de ouders. De vierde. Genitori. Vier lettergrepen. Il neonato. Il neonato. Een hele, hele goede morgen. Ik zit lekker in de zon, zoals je ziet. Want, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als je dan op vakantie bent geweest, dan heb je eerst al moeite om los te laten, om te ontspannen juist. Maar dan ben je eenmaal zover, heb ik altijd lastig gevonden om dan weer, als je thuis bent, terug te komen in het ritme wat je daarvoor had. Dus werken, klussen, het hele normale leven eigenlijk. Het was wel volgens mij een redelijk druk weekend, want ik moet zelf gewoon werken. Mijn zus die komt vanavond met Esmee en Nienke. En zondag, ik heb zelf een late dienst en zondag heb ik een vroege dienst. En dan komt mijn moeder met Rolf en schoonmoeder, die komen eten. En morgen is het Eurovisie Songfestival. En dan komt schoonmoeder weer kijken. Maar ik ben werken, dat is wel jammer. Dus ja, een en al gezelligheid. Maar wel eventjes om te kijken dat ik in ieder geval niet ga koken. Ja, wel koken voor ons. Maar niet voor mijn groep. En even kijken of ik nog iets van een plankje kan zagen voor de zolder. Dat is misschien wel een goed idee. En heb ik dan nog iets anders om te doen? Eigenlijk niet. De overkapping
Het gaat nog even wat langer duren, omdat degene die met de offerte zou komen, die heb ik niet zelf, maar via de aannemer laten weten dat, dat hij het niet meer hoeft te doen. Want als je zegt ik neem contact met je op, kijk, dat een afspraak niet doorgaat, dat kan gebeuren. Maar ik neem contact met je op en dan geen contact meer opnemen, dat vind ik een beetje vervelend. Maar dan ga ik het dus samen met hem zelf doen. En wat is nog iets? Oh ja, de Cinewall ga ik. Maar goed, daar heb ik nog de hele zomer voor. Eerst even op zolder afmaken waarvoor ik nu de materialen heb. Dat is misschien wel een goeie. Als de planken erin zitten en de zijplanken, dan kunnen we hem in principe schilderen. Maar dan weet ik niet of we dat gaan doen, want dan gaan we gelijk de muren ook meenemen. Dat is misschien wat te vroeg. Dus ik weet niet wat jullie doen, maar ik doe nog even mijn ogen dicht. Zo jongens, daar zit ik dan. Weer. En ja, dat vind ik niet leuk. Ik hoor jullie denken, zit hij daar nou nog steeds? Of zit hij daar nou weer? Dat vind ik eigenlijk nog erger. Dat jullie denken, zit hij daar nog steeds? Ik zit er niet nog steeds. Ik zit er alweer. Na een hele dag keihard te hebben gewerkt aan de kast op zolder. Wat niet helemaal van een leien dakje ging. Want het dak loopt schuin. En hoe in hemelsnaam, ik ben echt geen wandelende stelling van Pythagoras. Hoe reken ik uit wat de, hoeveel graden dit is? Hoeveel graden is het dak? Nee, niet in temperatuur, maar de hoek. Nou, ik denk dat ik het redelijk heb gedaan. Ik heb me schuin gezaagd. Dat was niet het geschuinde gedeelte, de aantal graden van het dak, maar wel schuin. En het zit tegen het dak en als ik het straks vol prop met muurvuller, dan zie je er dan niks meer van, denk ik. Nou, ik kreeg ook bericht van de makelaar in Italië dat het huis onder voorbehoud al verkocht is, dus we gaan verder zoeken. Dat is wel jammer. Maar er staat genoeg te koop. Maar wel jammer. En ik heb me helemaal schor gezongen. Aangezien we 2 juni een leuk optreden hebben. Dus ik heb maar gelijk even Maurits geappt. Maurits. Dat ik nog steeds geen nieuwe afspraak heb ingepland. En dan gaan we weer eventjes wat oefeningen doen met Maurits. Voice construction. En dan neem ik jullie mee deze keer. Vind ik leuk. Ik ben nu al half jaar bezig of zo. En ik heb hem volgens mij nog steeds niet laten zien. Onze Maurits. Dus dat gaan we doen. Het is ook bijna moederdag. En nou komen dus de moeders zondag lekker eten. En dan heb ik morgen nog een late dienst en zondag een vroege dienst. Dus ik kan weer echt helemaal saus voorbereiden. Maar mijn moeder wil natuurlijk heel graag naar de zee. En het wordt heel erg lekker weer, dus dat gaan we doen. En dan ga ik onder het mom van er is iets gebeurd. Ik moet weg. En dan ga ik weg. En dan ga ik allemaal vis halen. Zonder steek. Nee, dat kan helemaal niet, want zo lang zit ik niet. Oppassen, hè. Dan ga ik vis halen, want mijn moeder wil heel graag bij Zot eten. Zee op tafel. Want toen dacht ik, waarom zou een kapitaal gaan uitgeven in een restaurant, wat op zijn tijd best leuk is, als ik gewoon zelf naar de visboer hier bij Seafood Kijk Duin, gewoon lekker verse vis ga halen. En dan gaan we hier lekker in onze tuin zitten. Want dat kan nu, want het is geen zandbak meer. We hebben een hele grote tafel, we hebben nog niet genoeg stoelen. Dat zie ik wel. Stoelen moeten we ook nog even halen. Dus dan gaan we hier gewoon lekker in de tuin zitten zondag. Het is nu 4:15. René is bijna klaar aan het werken. Mijn zus is onderweg. 2 uur reistijd, want er was het een en ander gebeurd onderweg. Ongelukjes, afzettingen, weet ik veel. Dus ik ga zo meteen beginnen met wat soep op te warmen en kip. En dan kijken we wat we er nog bij doen eigenlijk.
ik ben nog steeds prima op gewicht. Ik ben niet verder afgevallen helaas, maar ik ben nog wel een beetje aan het sporten. Dus ik ben nog steeds vet aan het omzetten in spieren, denk ik dan maar. Maar ja, nog steeds geen wasbordje. Het lukt maar niet. Het lukt maar niet. Het eten is te lekker. En te weinig tijd om echt veel te trainen. Ook veel meer. Op mijn werk train ik wel veel. Maar ik wil gewoon gezellig met René hier trainen. Ik denk dat we dat maandag weer een beetje gaan inplannen. Lijkt me een goed plan. Ja, en dat. Er moet nog zoveel gebeuren hier, jongens. Ik moet de schuttingen nog schuren en bijtsen. Die kasten boven afmaken. En nou ja, zoals ik al zei, ik wil echt wel beginnen met de videowall. De cinewall. De video. De cinewall. Muur, bioscoop, ding hier. Dus dat. Ik ga jullie boven laten zien wat ik heb gedaan. Tegelijkertijd met René. Dus nog even geduld. Vrouwtje is thuis. Het eerste wat ze vraagt is: wat heb je gedaan vandaag? Ja, we staan wel buiten elkaar. Dat is zeker waar. Maar dit heeft een voorloper en dat ga jij zien als je de vlog gaat editen. Oh. Oké. Okay. Dus ik heb het een en ander gedaan, waar ik vooral heel lang mee bezig ben geweest. Dus nou, loop maar even naar het zolder. Oh jee. Nou, zoals je kunt zien heb ik een wasje gedraaid. Dus de was is allemaal gedraaid nu. Maar nog niet gevouwen allemaal, nee, dat, van de vakantie. Ja. Zoveel te doen. Was er gisteren aan begonnen. Gelukkig komt er bij ons nooit iets tussen. Niet daar. Ja. Dat is de next step. Ja, het is niet heel erg big of zo. Oh, de zijplanken. Deze. En die en. Even okay. Denken hoor. Mijn vrouwtje, je ziet het gewoon niet. Ja, sorry. Oh, dit! De zijplanken sorry. En de planken daarin. Ik dacht dat die gewoon even daar stonden. Ja, lach maar. Grapje, hè? Ja, en daar, in de plank, erin. Extra shelf. Ja, top. En de batterij is bijna leeg. Ja, dus dat. En daar ben ik echt heel lang mee bezig geweest. Want ik heb dus dit schuin... gezaagd en zo. Dan moet je daarboven gaan nog straks mooi opvullen en dan komt het helemaal goed. Oké, doei. Zo. Wat was je stopwoordje ook alweer? Zo. Zo. Zo nou, dan. We zijn er. Nou. Zo, dat ziet er lekker uit. Zo, nou. Daar zijn we weer. Irritant. Ja. Nou, ik heb vast niet opgevangen. Nee. Daar. Is nu geen ontkomen meer aan. Nee. Nou, mijn zus die staat in de file, dus we gaan maar vast eten. Lekker in de tuin. Hé hey Jess, lekker soepie. Smakelijk eten. Smakelijk. Hey, een hele goede morgen. Het huisje is weer wakker, soort van. Daar zitten ze dan, ja. Kijk. Susie, Jessie. Jessie zit in de Nintendo. Het is vandaag moederdag. Nee, niet voor iedereen, maar voor ons wel. Want ik heb morgen vroege dienst. Vind ik het dan wel jammer als ik niks zou kunnen doen. Dus, het is vandaag moederdag. Er komt een cadeautje vandaag binnen. Cadeautje. Lijkt wel kerst. Maar goed, hè? Die mag ze zo meteen zelf in ontvangst nemen. Ik ben een lekker ontbijt aan het maken. Ik heb, dat zie je zo meteen wel, lekker bladeretje met fruit, een broodje, een eitje en koffie en slagroom. Kan niet beter, toch? Dus René ligt te wachten, want die is al wakker. Dus ik heb gezegd, jij blijft even in bed. Nou, we gaan zo naar René toe, het is bijna klaar. Ga jij maar voor. Thank you.
gelukkige pre-moederdag. Dat is het liefste, hè? Wow, dat ziet er echt heel pas op, uit. Er ligt nog iets onder. Ligt er nog iets onder? Geef maar. Zo. Er zit ook iets onder. Daar zit, hier zit ook iets onder. Iets onder? Kijk uit, Lucie. Want dat is... Wil je hem niet kapot maken? Nee. Dat is mooi. Moet ik gewoon zo doen? Of je kan nietjes thuis halen. Ja. Oeh. Komt er hier nou voor moois uit? Kijk eens achter. Kijk eens achter. Oh. Lieve mama. Ik hou van appelmoes. Ik hou van pindakaas. Ik hou van chocola. En van speculaas. Ik hou van poffertjes. Ik hou van pannenkoek. Ik hou van autootjes. En van mijn plaatjesboek. Ik hou van rood en geel, van groen en paars en blauw. Maar het allermeest hou ik nog steeds van jou. Dat is lief. Ja, en je cadeau die mag je zelf in ontvangst nemen straks. Oh, echt? Komt in de laag nog? Ja. Want het is een verrassing voor jou, hè? Je weet nog helemaal niet wat het is. Dat weet ik helemaal niet. maar kan je de nietjes eruit halen? Papa heeft een heel goed nietmachine. Oh, dit ziet er lekker uit, zeg. Oh, ik moet een foto maken, maar dit is natuurlijk fotowaardig. Goedemiddag. Het is zaterdag en wij zijn lekker op het strand. En we hebben voor het eerst het skimboard van Jessie meegenomen. Ik ben met mijn schoonzus, die moet helaas werken. Ik ben benieuwd, het is niet heel warm. Het is op zich prima te doen, maar het moet niet kouder worden. Een hele goede morgen. Het is vandaag officieel Moedersdag. En ik heb hem gisteren al verwend met een heerlijk ontbijtje, omdat Sergio dus heel vroeg moest werken. Dus hij dacht, nou, dit is misschien een leuker moment dan morgen om 5 uur 's ochtends. Goed plan. Hij kent mij. Dus ik dacht, ik ga op Moederdag echt mijn cadeautje even uitpakken. En toen kwam Jessie Silver even naar boven om te zeggen dat hij per ongeluk... Wat had je gedaan? Per ongeluk is mijn mama's moederdag ding kapot. Nee, niet kapot gemaakt, maar open gemaakt. Open gemaakt, hè? Dus ik denk, nou, die heeft even de bovenkant open gemaakt van de doos. Die hier zo op het aanrecht stond. Maar dat was niet. Nee, hè? Wat heb je daarmee gedaan? Daar heb ik het open mee gesneden. Oké, waar heb je die vandaan? Kom maar mee. Aha. En wat heb je toen gedaan? Want je hebt hem helemaal, die hele doos heb je van de aanrecht heb je helemaal van de aanrecht afgehaald. Ja, en weet je hoe ik dat heb gedaan? Nee. Gewoon zo op te getillen. Zo. Met welke spierballen dan? Oh, met je polsen? Ja. Oh, oké.
En verder? En verder niks. Dus je hebt hem alleen maar uitgepakt. Mm-hmm. Ik hoop het. Want ik heb namelijk een ijsmachine gekregen. En daar kunnen we mee maken. Slushpuppy. Een slushy, een milkshake, frozen drink, een frappe. Oeh, lekker. Ice cream. Light ice cream. Een sorbet. Gelato. Ik ben echt benieuwd wat het verschil is tussen gelato en ice cream. En frozen yoghurt. Oh, dit wordt echt helemaal toppie, denk ik. Papa, die kent mij. Papa weet dat ik heel erg van ijs hou. Maar jij ook, volgens mij. Ja, ik weet nog niet hoe dit werkt. Ten eerste hoop ik dat hij het nog doet. Hè? Maar laten we er maar even vanuit gaan van wel. En dat we alles even heel voorzichtig netjes gaan neerzetten. En alles heel net. Ik doe dit wel even. Nee, doe maar niet meer. En kijk uit, want er ligt iets heel scherps. Hou ik wel even. Oh, en dit zouden allemaal gemaakt moeten kunnen worden. Oh, ik heb er nu al helemaal zin in. Oh. Oké. Okay. Nou. Dit wordt echt heerlijk. En ik heb het in mijn minuut. Ik heb trek in alles. We zijn heerlijk naar het strand geweest. Mijn schoonmoeder die is naar Kijkduin gekomen. En ik ben met mijn moeder en Jesse Silver ook die kant op gegaan. Sergio is naar zijn werk ook gekomen en die had wat dingen voorbereid. We gaan oma's even binnen laten komen. Oma en oma. Ja. We komen even mee. We komen even mee. Waar moeten we naartoe? Naar je kleinzoon. Ja, gaat. Dat kunnen we. Ja. Victoria. Welkom bij restaurant Victoria, zei hij. Oh my god. Wommelen. Ruim eens even. Gibbon. Nou, niet te... Welkom. Lekker, inktvis. Oh, grote garnalen. Vlees en vis. Van biefstuk tot octopus. Grote garnalen, kleine garnalen. Lekker verse tonijn. Forelletje. Wommelen. Nou, jullie hebben achterlijk veel je best gedaan, jongens. Zo, lekker goed. Heerlijk, dankjewel. Ik heb voorbereid dat ik dat willen zijn, maar... Hè? Goed, hè? Nou, mensen van het goede leven. Hè? Dat je het zo goed geregeld hebt op die temperatuur. Ja, hè? Ja, dat hebben we allemaal... Speciaal voor jullie. En voor jezelf. En voor mezelf. Mama wel. Gaat het hier? Goed. Mooi. Goedemiddag. Yo. Yo, de vakantie is weer voorbij. En ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne moederdag hebben gehad. Ja, wij in ieder geval wel. Wij wel. En wat heb jij nou op je hoofd? Ja, we hebben een fijne moederdag gehad. Ik heb trouwens nog helemaal niet verteld wat ik heb meegemaakt. Nee. Zullen we dat zo meteen doen? Op het strand, ja. Stay tuned, want dit was wel echt... daar ben ik wel eventjes van wakker gebleven. Mag ik nog iets zeggen? Alleen jij. Toen we uit de vakantie waren, misschien zagen jullie dat wel. Toen waren ineens de lampen toch uit. Wat is er nu dan? Ja. Kijk eens. Sorry. Jongens, kijk eens. De lampen doen het weer. Ja, lamp. Oh, jij bedoelt... We doen het weer. Tuurlijk. Ik snap wat je... Ik wist het niet eens meer. De stroom was eruit gevallen. Ja, ik wist het wel. Maar ja, ik ook. Ik snapte hem meteen. Ik wist het wel. Wat was dat nou weer? Ja. Huh? Maar er ziet weer belangrijks gekomen. Ja. Kijk eens. De lampen doen het weer. En voor moederdag
heb ik dus een ijs... ja, we zijn er eigenlijk een ijsmaker, maar dat is het dus niet helemaal. Nee, ja, nee. Ja en nee. Je maakt dus iets van een mengsel. Mama, je blikt altijd. Hierin. Al wel alle kanten klaar. Oh, wacht even. Moet ik even zo maken. Je moet het dus al gepureerd en zo hierin doen. Mama. En dan zo. Kan ik slapen? Deksel erop. Kom papa helpen dan, Jess. Draai hem maar omhoog. Hier. We hebben dus heel veel verschillende standen. Oeh, kijk nou. Hij gaat dus omhoog. Mag je op de volle drukken? De middelste kan. Zeg maar van die drie lampjes die branden. Ja, de middelste. Ja. Ja. Dat is misschien niet dat. En wat gingen we ook weer maken? Slushpuppy. Een slushie. Druk maar op de middelste knop. Ik ben benieuwd, want hij was nog niet helemaal echt bevroren. En in de gebruiksaanwijzing stond 24 uur. Slushpuppy. Ik denk dat het wel redelijk gelukt is, hoor. Heeft mijn vinger eentje. Ja, maar dit is niet hoe een slushpuppy er normaal uitziet. Dus dan is het meer een... Milkshake. Milkshake, of zo. Mag ik hem maken? Want een slushpuppy is natuurlijk veel meer gekristalliseerd. Ja, precies. Maar dat komt waarschijnlijk omdat je daar melk in hebt gebruikt. En, Ik ben heel trots op jou en ik wilde net gaan zeggen, ik gok dat het ook komt omdat ik een heel ander recept heb aangehouden. Ja. Dan wat je normaal gesproken voor een slushpuppy doet. Ja. En een slushpuppy, wat is dit allemaal? Slushpuppy is natuurlijk alleen met water en dan krijg je echt een soort granita inderdaad. Ja. Nou. Is die beker voor mij? Ga jij eerst proeven? Ja. Oké. Okay. Ik weet niet of het nou echt heel schoon is. Het proeft weer als een milkshake. Nou, dat is niet verkeerd, toch? Maar is die lekker of niet? Ja. Ja. Dan gaan we de volgende keer een slushpuppy, maar dan moeten we misschien nu al voorbereiden voor morgen. Slushpuppy. 24 uur in de vriezer. Dan en weet ik met niet of het voor een slushpuppy ook 24 uur is. Heb je dat gelezen al? Ik dacht dat het in de gebruiksaanwijzing stond. Niet alles is 24 uur. Oh. En, is het lekker? Ja. Ja, toch papa? Ik vind hem heerlijk. Nou, mooi. Wil ik nog weten wat het is? Ja, gokjes met aardbei. Aardbei, mango, rabarber ijs. Slushpuppy. Oei, dat smaakt vast heerlijk. Mmm. Wat kan het? Heerlijk. Echt, hè? Echt, hè? Gewoon fantastisch, hè? Sinds wanneer praat jij zo wijs? Echt, hè? Mm, heerlijk. Nou. Heb je al verteld dat dit mijn allergrootste vriend is? Hallo, ja, en jij maar. Mama, je hebt geknoeid. Nee, dat was papa. Papa! Dat kan niet, hè?
Jij bent een moei. Jij bent een mof. Een mof? Ben ik een mof? Doe even normaal. Jij bent een... Hey, Jesse. Hoe maar, zes. Hoe maar, zes. Die was wel echt. De eerste niet. Nee. Acteurtje. Is echt lekker, hè? Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemorgen. Het is volgens mij alweer bijna een week geleden dat ik de camera vast had. Onder andere vertelde ik dat ik naar Maurits zou gaan voor een zangles, een zangcoach. En ondertussen ook een soort van psycholoog sessie. Dat was gisteren en toen ben ik eigenlijk de camera vergeten aan te zetten. Omdat we in een gesprek raakten dat best wel even binnenkwam. Ik ben vanaf dat ik heel jong was opgegroeid in een liefdevol huis. Maar wel een huis vol, toch wel veel zorgen. Iedereen met zijn eigen sores en zijn eigen problematiek. Ik ben ondertussen ook naar het koken. Ik laat zo zien wat ik aan het koken ben. Met zijn eigen problematiek, zonder daar al te diep op in te gaan, heeft dat er een beetje voor gezorgd dat ik mijn brein zo heb ingesteld dat ik lekker ga op. Ik moet vechten, dus ik moet altijd iets hebben om voor te knokken of om doorheen te moeten of moet overwinnen. En ik heb het ook zo, het is overigens allemaal toch wel onbewust in de onderzoekende fase, dus ik weet ook helemaal niet of het echt zo is, maar ik... Ik kan op aardige zekerheid willen zeggen dat dat denk ik wel zo is. Dat ik ook zo ben ingesteld dat ik heel erg goed kan geven en zorgen. Maar heel moeilijk kan ontvangen. Dat is in de breedste zin van het woord. Dus ook complimentjes of letterlijk een cadeautje. Natuurlijk een cadeautje krijgen. Natuurlijk een cadeautje krijgen is leuk. Maar op de een of andere manier kan ik heel moeilijk oprecht blij zijn of zo. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik, het is niet dat ik nooit blij ben, maar het is meer... we waren gisteren met de les klaar en toen zei Maurits, deze les krijg je van mij. En we geven een knuffel en ik sla dan dicht in plaats van dat ik zeg, joh, dankjewel man. Super chill, denk ik. Hoezo? Waarom? Dat hoeft toch niet? Doe normaal. Toen kwam ik dus thuis en toen vertelde ik dat aan René en die begreep ook gelijk wat ik bedoelde en die maakte de zin een beetje af en die zei, als je dus zo lang gestruggeld hebt. En dat natuurlijk, hè, dan heb ik het over mijn jeugd en daarna trekt zich dat door. Dus ik heb altijd wel een beetje inderdaad onzeker, gepest. Is het dus zo dat toen ik met René kreeg, alles rustiger werd en mijn leven... dusdanig op de rit kwam dat ik, ik stopte met drinken, ik stopte met blowen. Ik was natuurlijk failliet gegaan en heb uiteindelijk een baan bij justitie, ik ben nu schuldenvrij. En ik heb een leuk gezin en ik heb een supermooi huis en alles gaat eigenlijk goed. Maar dat vindt mijn brein niet zo goed. Dat is je niet gewend. Dus dan komt er een beetje een soort van zelfsabotage om de hoek kijken. En we waren dus ook in die les bezig.
En hij zegt in de techniek, nou zingen maar met je stembanden gesloten. En dan keihard aan het werk. En daarna vraagt hij van, nou hoe voelde dat? En dus ja, ik zeg, ja, weet ik niet, blanco weet je wel. Ik zeg, hij zegt, het is zo raar om te zien, maar tegelijkertijd heel mooi. Als ik jou vraag, hoe voelde dat? Dat je gewoon niet kunt zeggen, joh, lekker, ging goed, voelde geen pijn. Mooi gesloten, warm, volle klank. En als hij dan zegt, doe maar zoals je altijd doet, dan zing je meteen. Terwijl het, als ik vraag, doe hem gesloten, dan ga ik eerst... Oké. Weet je wel, gelijk paniek, angst, lukt me niet, kan ik niet. Hoe moet ik dit in hemelsnaam doen? Doe ik hem dus zoals ik hem altijd doe. En hij vraagt daarna, hoe voelde dit? Weet ik gelijk te zeggen van, wel... Oké, ik voel wel dat ik misschien dat het pijn gaat doen en zo, bladibla. Ik kan gelijk een hele hoop informatie geven. Terwijl het die juist de slechte is. Geen idee wat ik hier verder mee moet op dit moment. Ik heb er ook echt niet lekker door geslapen, maar wel een beetje in de positieve zin. Dus wel echt, besefmoment. Ik heb het, ik weet niet. Neurologisch is iedereen zo complex en interessant. Nu dat ontrafelen een beetje bij mij aan de gang is, hoop ik eigenlijk daarmee code te kraken of zo. Dus dat gewoon, ik mag wel gewoon. Succesvol zijn of worden of al zijn. Ik mag wel gewoon blij zijn met een cadeautje of blij is gewoon überhaupt blij zijn. Gewoon überhaupt content zijn met dat het gewoon lekker gaat. Maar het blijkt dus dat neurologisch zit dat zo erin geprent. Ik moet dat leren, denk ik. Ik moet dat herprogrammeren of zo. En dat vind ik lastig. Dat weet ik dus niet hoe ik dat zou moeten doen of het beste moet doen. Ik heb daarin al wel best wel wat geprobeerd. Ayahuasca vond ik daarin wel het meest interessant. Maar ook het gelijk het meest heftige. Dus dat zou ik niet snel nog een keer doen. Ook omdat ik een beetje toch gevoelig ben voor dat soort, voor die kant van het spectrum. Maar het was wel super fijn. En ik ga volgende week, als het goed is, weer. Dan ga ik echt proberen om de camera mee te nemen. Want ik vind het wel interessant om dat sowieso voor mezelf op te nemen. Maar ook om het aan jullie te laten zien hoe dat dus in zijn werking gaat. En wie weet hebben jullie er ook wat aan. Want je kan bij Maurits terecht voor zangles, zangcoach. Maar ook als je bijvoorbeeld Parkinson hebt. Maar je kan gewoon voor heel veel verschillende problematieken terecht bij hem. Wat dan wel te maken heeft met je stem. Dus stotteren en dat soort dingen volgens mij ook. Dus dat. Nou, daar ga ik mee aan de slag. En nu ben ik dus... ik word gelijk donker. Ik heb een late dienst. Maar ik wil zo meteen ook nog eventjes een beetje oefenen. En ik zorg er altijd voor dat René en Jessie wat lekkers te eten hebben als ik weg ben. En we zijn weer een beetje op de gezonde toer. Dus ik maak een heerlijke salade met geroosterde spruitjes. Die mogen wel weer wat harder. Afgeblust met een beetje witte wijn. En aardappeltjes bakken, een beetje knoflook, uitje, tomaat en een heerlijke andijvie en een beetje paprika. Goedemorgen. Good morning. Wat ben jij nou aan het maken voor lekker? Vettekjes. Voor de haai-evenement. Klopt. Zo.
Lekker zeg. Jij bocht met mij. Ik bocht sowieso met jou. Het is weekend. Pinksterweekend wel te verstaan. En dus we hebben een lekker lang weekend. Woehoehoe. Ja, jullie wel. Ja, maar jij hebt veel vaker vrij tussendoor dan ik. Ik heb ze expres ingepland vanwege de dubbele betaling. Ah ja. 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 Je moet centen verdienen, hè, als je dingen speelt. Als je een uitbouwtje wil en 4 keer op vakantie. Zo is het. Ja. We gaan dadelijk eventjes naar een loods. Waar we naar kasten gaan kijken. Ik heb die op Instagram en die zit hier in Rijswijk. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, want de kasten op Instagram zien heel erg leuk uit, helemaal onze stijl. Dus ik wil gewoon eventjes oriënteren of daar een kast tussen zit die wij kunnen gaan gebruiken voor in onze uitbouw dadelijk. Oriënteren kan geen kwaad, weet je wel. Dan kan je alvast even fantaseren. Toch, schat? Ja, zeker. Ik wist niet dat wij een kindercrash hadden, maar... Nee, ja, echt leuk. Leuk. Gezellig. Eventjes naar de tuin. Even luisteren naar die vogeltjes. Heerlijk, hè? Het zonnetje komt weer op. Het is een beetje gek, hè? Het is een beetje zonneschijn en regen. Hoe staat het met onze planten? Onze druiventros. De blaadjes zijn al lekker aan het groeien. Dus dat is goed. Dat we misschien een beetje moeten gaan bijknippen. Zo. Want ik heb geleerd dat de boom veel energie kost om blaadjes te maken. En dan heb je natuurlijk minder kans op druifjes. Dus een beetje bijsnoeien blijkbaar. Of afsnoeien. Gewoon snoeien. Ik had jullie trouwens nog niet verteld. Ik zei van, oh, ik heb je nog helemaal niet verteld wat ik heb meegemaakt op het strand. Nou, dat is echt een beetje een traumatisch ervaringje. Ten eerste ging ik met Jesse Silver en mijn moeder naar het strand. En Jesse Silver was in een bui om niet naar mij te luisteren. Of althans gewoon zijn oren dicht. Toedeledokie. En mijn schoonouders, die zaten op het strand. En nou, wij lopen daar naartoe. Maar mijn moeder is natuurlijk geopereerd. Die gaat nog niet zo snel. Dus die hele ramp af, om zo maar even te zeggen. En Jesse die rent vooruit. Dus ik zeg, Jesse, wachten. Hier komen. Niet luisteren. Hij liep gewoon door. Maar ik denk, nou, die wacht beneden wel. Dus ik had al gezegd. Ik zeg, oma kan niet zo snel. Nee. Hij naar beneden. Komen wij beneden aan. Geen Jesse. Dus dan gaat je hartslag al omhoog. En een strand. Duizenden mensen. Want het was heel druk en lekker weer. Dus ik heb mijn spullen neergezet bij mijn schoonouders. Want die zaten op een andere plek. Die zaten gewoon bij een bankje. En normaal gesproken liggen ze inderdaad op het strand. Dus ik had wel zo'n vermoeden dat Jesse Silver is het strand opgelopen. Om te zoeken naar mijn schoonouders. We hadden ook zo'n skimboard bij ons. Die veel opvalt. Dus ik heb mijn spullen bij mijn schoonouders neergelegd. Toen ben ik met die skimboard gaan lopen zoeken. Want ik denk, dat ding valt op. Dus dan ziet hij mij misschien. En hij had gelukkig opvallende kleding aan. En ineens zag ik hem. Oké. Okay. Dus ik een hartig woordje met hem gesproken. Heel duidelijk geweest. En dus dat was al een... Hè? Maar wat gebeurt er later? Wij zitten lekker op het strand. En vervolgens horen we een man. Vicky! Vicky! En die loopt zo even met zijn handen in zijn haar. En... Nou, dan ga je al mee in de paniek, hè? Dan ga je al mee in de paniek, want je voelt helemaal mee wat er met die man gebeurt. En dus wij lopen naar die man toe en hij was dus zijn kindje kwijt. En dat kindje was misschien 3-4 jaar en die liep alleen een luierstaartje op. Dus nou, dan is het wel mooi om te zien dat heel veel mensen van het strand opstaan en beginnen helpen met zoeken. Het eerste waar je naartoe loopt is het water natuurlijk. Maar ja, we weten ook allemaal als je dan bij het strand loopt... Je denkt rechtdoor te lopen, maar eigenlijk loop je schuin. Je kan zo afdwalen van waar je vandaan kwam. Je raakt snel gedesoriënteerd op het strand en in het water. Dus ja, dat kindje kan overal zijn. Nou, ik denk dat we wel een half uur daar hebben gelopen en gezocht. En die man, die zat helemaal...
Yes! En dus die Victoria. Dus die liep helemaal heen en weer. En ik naar die man toe. En op een gegeven moment kwam er iemand aan. En die zei, ja daar, volgens mij daar. Dus die man daarheen. Ik achter die man aan. Die kant op. En ik denk dat het echt wel... Nou ja, ze was gewoon al 3-4 strandtenten verder. Zo moet je het een beetje zien. Het kindje, dat is gewoon gaan lopen natuurlijk, waarschijnlijk. En dus wij rennen daar achteraan. Ik achter die man aan. Die man, die ziet dat kindje bij een vrouw uiteindelijk. En die valt zo voor mijn neus neer op de grond, zeg. Dus die man, die doet zo. En poef. En toen lag hij op de grond. Voor mijn neus. Shit. Dus ik mijn telefoon, ik 112 bellen. Toen kwam er iemand aan die zegt, ik heb EHBO. Dus ik een stap opzij gezet. Ik naar die politiehok gerend. Zat niemand. Ondertussen tijdens het rennen 112 gebeld. Ambulance nodig. Blablabla. God allemachtig zeg. Dus, maar ja, je weet ook niet. Althans, ik had nog niet gevoeld. Ik dacht, in eerste instantie, ik moet 112 bellen. Heeft hij nou een hartaanval gehad door de stress? Of is hij gewoon flauw gevallen, weet je wel? Dus, ik zit weer hoog in mijn adem, zeg. Dus, toen kwam ik terug. En toen was hij, godzijdank, was hij bijgekomen. En de ambulance kwam ook bij. Maar je kan je zo inleven gewoon. Dat die stress die je ervaart als je je kind kwijt bent... En op het strand, dat je hem niet meer kan vinden. De paniek, weet je wel. Je begint eerst van, oké, nee, maar die is vast daar. Oh, toch niet. En dat stapelt zich op. En hoe langer het duurt, hoe hoger de stress. En je voelt helemaal mee. Zeker als je kinderen hebt. Maar ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen wat voor angst je hebt. Er kan van alles gebeurd zijn. En dat je gewoon je kind niet kan vinden. En zeker zo klein, dat die gewoon waarschijnlijk helemaal niet in staat is om überhaupt iets te zeggen tegen... Een ander, hoe zijn vader heet, wat misschien zijn straatnaam is. Of iets van informatie te geven. Dus dat die stress zo hoog was opgelopen. Dat op het moment dat hij zijn kindje weer zag. Dat alles zich ontspande. Zo'n opluchting. Dat gewoon of zijn hart het begaf. Of hij gewoon helemaal nokkie ging. Nou, ik kan je vertellen. Daar heb ik echt wel even een dag van wakker gelegen, zeg maar. Dus dat was mijn ervaringje wel. Maar ik ben heel blij dat dat goed is afgelopen. En dat is ook een van de redenen waarom wij dus een GPS-tracker horloge aan Jesse hebben gegeven. Het nadeel alleen is dat hij daar ook mee kan bellen. Dat zijn de meesten. De anderen zijn gewoon niet zo accuraat. En dat vindt hij natuurlijk heel erg leuk. Waardoor hij dus van alles en iedereen gaat bellen. Maar goed. Nou, dan zijn jullie er ook weer van op de hoogte. Gezellig. We konden het niet laten, hè? We konden het niet laten om iets te kopen. Ja, heel mooi met je fuchsia roze. En dan moet je dit voorstellen. Je moet je dit voorstellen met dus groene tegels. Glinsterende tegels, zeg maar. Een beetje van die Marokkaanse tegeltjes zijn dat, is dat volgens mij. Ja. Vind jij het ook cool, Jess? Ja, hè? Nou, dan moet er nog een buffetkast komen, ook in een toffe kleur. Maar we konden het niet laten om dit toch niet alvast mee te nemen. Oh, en ik heb zo'n gaaf bar goud dingetje gezien. Ja, maar, ik zie het helemaal voor me dat we dan op die lekkere stoel zitten en dan die gewoon even ons drankje op kunnen zetten. Dat wordt helemaal te gek. Doe maar niet, schat. Baba. Je weet niet wat erin zit. Ja, en je... Ja, jullie denken vast, René, waarom zweet je zo? Nou, het is warm. Lekker. En we hebben even heel de auto met z'n tweeën lopen schoonmaken. Lopen te schoonmaken. Ja, lopen te schoonmaken te lopen. Van buiten naar binnen. Maar, hè? Kijk, het is nooit zo schoon als dat je zou willen, maar het is een enorme verbetering in ieder geval. Ja. Sommige dingen gaan er gewoon niet meer uit. Maar hij ruikt wel lekker. En hij is schoon.
En we waren dus bij een loods met allemaal superleuke meubels. En toen waren we dus weer geïnspireerd. Dus wij gingen weer gelijk op zoek. En we denken, dit kunnen wij ook. Wij zijn creatief, dit kunnen wij. Dus impulsief als wij zijn, gingen we zoeken online. En we vonden een hele gave... Een buffetkast. En die kunnen we gratis ophalen. We hebben er twee aangeschreven. Eentje in Voorschoten en een in Schapenzanden. En we gaan dus nu naar Voorschoten. En dan gaan we die ophalen. En dan gaan we er zelf mee aan de slag. Pimpen. Helemaal leuk. We gaan helemaal pimpen. Dus ik ben benieuwd of het lukt. Maar dat zal toch wel. Ja. Als jij die kast van mijn moeder ook oké vindt. Ja, maar dat is een andere stijl. Ik vind die stijl niet leuk voor mouwens. Nee, hetgeen wat ik ermee heb gedaan is hetzelfde. Ja. Schuren en goed schilderen. En dan kijken we een ander knopje erop en dit en dat. Ja. Ja, dat vind ik wel helemaal leuk. Je zit ook al lang te kopen. Ja. Ja, dus dat vind ik wel helemaal leuk. En bij ons is alleen de volgorde altijd een beetje raar. Want, want we zitten dus nu allemaal dingen al te kopen en te doen voor een uitbouw die er nog niet is. Dat is wel vreemd inderdaad. Zo, ja. Maar goed, wanneer het? Enthousiasme. Zet ons huis alleen weer lekker vol tijdelijk. Ja, of de schuur. Of de zolder. Nee, de schuur trekt dan een krom. Oh, ja. En die kast gaat niet eerst helemaal naar zolder en dan vervolgens weer terug. Nee, dat is waar. Dus het moet maar snel komen dan. Hè? Ja. Het zou fijn zijn als die volgende maand kan beginnen of zo. Ja, precies. Toch? Ja. Zeker. Zo, we hebben hem al een beetje uit elkaar gehaald. Schattig laadje. Dit moet er wel uit, hè? Oh, ze hebben ook daar iets anders van proberen te maken. Dat is niet mooi, hè? Nee. Het is hetzelfde als die ik had. Dat ja, die plakfoto. Ja. Okay, deze kunnen weg, hè? Ja. We gaan er iets leuks van maken. Twee verschillende maten. Ja. Oh, ja, en die ook allemaal. Leuke knopjes. Wordt helemaal leuk. Ze hebben ook geprobeerd te verven, maar gewoon ja, zo. Een ja, beetje lekker. Ja. Zo is wel oké. Kijk ze nou. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. Kijk eens hierin. Nou ja. Ben je een nieuw beroep? Nieuw hobby. Het is een beetje lastig met het licht, de instelling en kunstlicht en echt licht nog erheen en zo. Maar dit ziet er al mooi uit. Hè? Ja, hè? Dat hebben we toch even snel gedaan. Net kastje gehaald, nu al geschuurd, pad, boom. Hup, verre voorop. Go! Ik denk dat we alweer aan het einde zijn van deze video. Dank je wel. Want er is weer genoeg gebeurd, zeg maar. Precies. Dus willen jullie, zijn jullie benieuwd hoe dit uitpakt? Dan moeten jullie vooral wachten op de volgende video. Ja, want de binnenkant van de kast heeft namelijk een andere kleur gekregen. Zeker. En die houden we nog eventjes als verrassing. Ik moet helaas werken morgen, dus ik ga naar bed. Jij gaat nog even door met schilderen. Ja. Nou ja, en voor nu komt het Pinksterweekend eraan. Het is volgens mij wel oké weer. Dus ik wil jullie bij deze een heel fijn Pinksteren wensen. Extra lang weekend. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet vooral het belletje niet aan te zetten, zodat je weer een melding krijgt als we een video online zetten. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.